Goedemiddag allemaal. Het is bijna 17:15 in de avond. Wij willen jullie onwijs van harte welkom heten bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag 17/7/2018. Ja, het gaat hard. En ik zou zeggen, heel veel kijkplezier gewenst. Want we hebben heel veel nieuws. Karen is een beetje emo. Dat zien jullie straks wel. Hey allemaal, ik zal eens even wat kijken wat er weer fout gaat. Ja, er gaat weer wat het een en ander fout. Nu niet meer. Ja, ik zit even in een hele grote rollercoaster. Het huilen staat bijna nog als lachen, maar dat is gewoon puur van blijdschap. Zoals jullie weten hebben wij vorig jaar bekendgemaakt dat wij dus willen gaan trouwen. Heeft Rome mij ook gevraagd. Ik heb daar ja op gezegd. Roderick die heeft mijn vader mogen ontmoeten. Mijn moeder, Corina Luisterburg de Jong, die kennen jullie ook en van haar vlogs. Ja. Nu de afgelopen anderhalve maand of zo. Ik kan zijn moeder en zijn vader wat langer. Maar nu ga ik er even wat meer mee om. Met zijn ouders. Het gaat ook steeds beter. Daar ben ik ook heel blij mee. Maar ze hebben mij nou zoiets moois aangeboden. Dat is zo mooi. En ik wil het eigenlijk nog niet tegen jullie zeggen. Ik heb wel een verwijskaart gehad vandaag. Daar ben ik ook heel blij mee. En morgen moet ik naar het ziekenhuis bellen. Ik ga nog niet zeggen wat. Dat houden jullie nog echt gewoon te goed van mij. Want dat zeg ik. Ik ga trouwen en dan nog iets daarvoor. Nog waarschijnlijk heel snel. Maar in die proces neem ik jullie wel mee. Want dat is gewoon mijn proces. Dus ja, het wordt gewoon een hele grote rollercoaster voor mij. En ik ben er ook heel blij mee. En want mijn schoonouders die kwamen er mee. Dus ja, ik ben ze nu al gewoon heel erg dankbaar. En ja, en wat kan ik nog meer vertellen? Ik kan wel een gat in de lucht springen, maar... Ja, ik ben ze gewoon heel dankbaar. En als jullie dit gaan volgen, dan zullen jullie ook wel zien wat ik bedoel. Ik ga morgen eerst sowieso even de ziekenhuis bellen voor een afspraak. En waarschijnlijk kan het gewoon al heel snel gaan. Dus ja, het is even afwachten hoe en dan wat. Roderick en die had ook al tranen in zijn ogen. Maar ja, waarschijnlijk straks een ander ik. Ja. Dat wordt nieuw. Mag het dan, lig ik alweer straks een tijdje uit de running. Vind ik helemaal niet leuk. Maar het is wel weer voor een heel goed doel. Zo moet ik het ook wel weer zien. Ja. Maar het is gewoon even zoveel wat er gewoon nu allemaal speelt. Lovely die bijna 9 maanden is. Die doet het ook gewoon super goed. En dan trouwen gaat door. Dit jaar nog. Maar de datum zeggen we nog niet. Want het staat hier ook in mijn tabblad boven. Dat het nog geregeld moet worden. Dat gaan we ook vanavond nog doen. En dan nog morgen de 18e bellen naar het ziekenhuis. Nou ja, ik ga het gewoon verklappen. Ik ga gewoon namelijk voor een buikwandcorrectie. Dus ja. Ik heb dus namelijk in 14 oktober 2014 heb ik een maagverkleining gehad. Daar is En ik ook nog steeds druk mee bezig, wat eigenlijk al lang al online had moeten zijn.
Maar het sluipt er gewoon in, omdat we gewoon onwijs druk zijn. Excuses daarvoor, maar we zoeken ook gewoon andere mensen die hun verhaal willen vertellen. Hoe het is gegaan met hun operatie, hoe hun het hebben ervaren. Het mag anoniem, dat je gewoon eigenlijk vanaf de achterkant praat. Mag ook, als je dus niet met je gezicht erop wil. Geen probleem, alles kan bij ons. Dus ja, en toen vroeg mijn schoonvader van, hoe zit het met je verleden? Nou, toen begon ik dus over mijn maagverkleining. En ik moest dus als een rapido dus gaan kijken voor een buikwandcorrectie. Dus ja, blijer als dat kan je me niet krijgen. Ik ben heel blij en ik jank. Ik weet gewoon eigenlijk niet wat ik moet doen. Huilen of janken gewoon tegelijk. Ja, gek is dat. En jullie zien me eigenlijk helemaal niet huilen. Ja. Maar ik neem jullie wel mee in dit hele proces. De buikwandcorrectie. Trouwen. Dus dat was gewoon heel erg. Rumoerig in de huizen van de werf Stelman. Ja. Het is gewoon heel rumoerig. Dus ja. Het is gewoon even grappig. Dus ja. Wat moet ik al anders wel zeggen? Ik weet het even nu niet. Maar ik ga jullie wel meenemen. Dat wel. Ja. Ik ga zo meteen lekker eten maken. Ik zie nu even wat van Joëlla Briels. Mooie frisse profielfoto en een mooie banner. Like 1. Dankjewel Joëlla. Dankjewel. En jouw foto is ook onwijs mooi. Enigszins. Ja, top. Dankjewel. Nou, ik ga even stoppen en mijn camera even opladen. Ja, die heeft ook maar één streepje. Ik ben alweer 6 minuten en 38 minuten aan het praten. Ja. Ik ga jullie wel lekker meenemen in deze hele proces. Zondag nog even naar mijn mama toe. En met mijn schoonouders. Gezellig. De hondjes gaan nou niet mee, maar ik ga jullie gewoon weer lekker meenemen. Dus ik zou zeggen, blijf lekker kijken. En dat wordt een hele happening omtrent mij, ons, wij. Nou, toen is het alweer een paar uurtjes later, het is alweer 10:30. Ja, de tijd gaat hard. Mijn mannetje is al lekker druk bezig, mijn aanstaande man. Ja. Hé, schat. Hey. Ja, waar ben je allemaal mee bezig? En hoe was jouw dag en wat heb je allemaal meegekregen? Vertel. Ik heb het is veel meegekregen. Veel vermoeiend allemaal. Is het zo? Ja. Vanochtend te vroeg eruit gegaan. Ja, een beetje te vroeg. 3 wijken gelopen. Op een fiets, et cetera. Ja. Toen nog naar Parma. Nou, eerst een sollicitatie gehad te hebben. Oh, vertel! Ja, dat is een interessante. Ik moet er even een mailtje uitsturen, moet ik iets zeggen. Het is een chauffeurfunctie bij een postbedrijf. Dat is wel leuk. Sant. Ook nog. Ook leuk. S-A-N-N-D. Met dubbel D. Ja. Oké. Okay. Enkel N. Mooi. Ja, en met enkele S. Het zou om 3 dagen in de week gaan. En ik denk van oké, prima. Prima aanvulling op wat ik nu doe. Avonddienst. Van 6 tot 10, geloof ik. En ik moet er even nog een curriculum naartoe sturen. En dan gaan ze dat even bespreken. En dan nodigen ze misschien uit voor een tweede gesprek. Dan krijg ik een voorstel. En dan wordt ook een rijtest afgenomen met een crafter, een busje. Toen zijn we een paar maanden geweest. Ja, en hoe is dat verlopen? Dat is een hele interessante. Vertel! Er gebeurden allerlei dingen die we niet hadden verwacht. Want eigenlijk hadden we dus een kopie nodig van een ID-kaart, paspoort of iets anders. En van het ene kwam het andere. Dus ik had de vraag gesteld van, nou, jij hebt nog een pak hangen, wat ik misschien kan lenen. Maar dat is voor jou veel te klein. Een rockkostuum, dat leek me wel mooi. Maar dat was een beetje aan de krappe kant.
Maar het idee was goed. En even denken, ik was nog even aan het uitpakken, ontkleden. Oh, niet ontkleden, maar omkleden. Ja, om de nette kleding uit, de andere kleding aan. Ja, en toen kreeg jij nog bepaalde vragen. Vertel. Nee, dat heb ik al verteld. Ha, ha, ha. Waarom heb je mij dat niet verteld dan? Ik vertel jou toch aan het nooit wat of wel. Oh, oké, dat is waar. Ja, vandaar. Die ook zitten met geen vragen voor elkaar. Ja, precies. Nee, maar ik kreeg een vraag. En dat heb ik al jullie al verteld over mijn verleden. Maar toen heb ik dus het verleden kopje maagverkleining gepakt. Ja, hele verstandige. Want van het een kwam het ander. En zegt vanaf als cadeautje krijg jij van mij. Moet je wel zelf regelen natuurlijk dat je dat gaat doen. Niet ik, maar jij. We. Jullie, ons. Een buikwandcorrectie. Ja. Dus dat houdt zeggen van oké, je hebt de maagverkleining gehad. Je begint wat af te vallen en dan hou je overtollig huid over en ja, dat wordt nu weggehaald. Huidelasticiteit neemt. Ja, waar had je eigenlijk in het papiertje? In de theedoos. In de theedoos? Ja. Dat is... Oh, dat kan het niet wegraken. Het zit netjes geklemd in het dekseltje. Blijft het netjes. Theedoos. Ja, als je die deksel dicht doet, kan het gewoon eruit laten spreken. Hij spoort ook echt niet in een theedoos. Ik ben de trein ook nog niet. Die hebben spoor. Oh ja, en zondag ook nog. Ja, dat heb ik al verteld. Ja, dat is mooi. Snel. Dus dan, de huidelasticiteit die verdwijnt dan. Tenminste, het is dermate opgerekt dat het niet meer terugspringt. Nee, dat hoef je helemaal te vertellen. En dat begrijpen mensen ook wel. Ja, mooi. Mooi. Dan gaan we een aparte vlog over doen. Nee, maar want ik neem ze wel helemaal lekker mee in het hele traject. Ik neem ze mee in het traject van de buikwandcorrectie. Ja, maar we gaan nog een vlog doen. Ja, dat weet ik ook. Dat heb ik ook al gezegd. Mooi. Ja. En dat we dus daar ook wat meer mensen over willen interviewen. En als je niet met je gezicht in beeld wil, dan hoeft dat ook niet. Nee. Je moet dat gewoon anoniem. Anoniem achter een schermpje. En dan kan je ook gewoon je ding doen. Vragen stellen. Vragen stellen, antwoorden geven. Yep. En desnoods dan heb je gewoon maar een nickname. Dat maakt ook niet uit. Ja. En we nemen ze mee in de bruiloft. Ja. In de trouwerij. Spannend. Ja. Ja, er zijn altijd zoveel dingen die ineens dan geregeld moeten worden. Dat weet je wel. Je vraagt iemand en dan zegt, ja, nou oké, prima. Een beetje ringetjes omdoen en klaar. Maar nee, zo werkt dat niet. Want het is natuurlijk wel leuk als familie, vrienden, kennissen bij de ceremonie aanwezig zijn. En eventueel nog eventjes lekker een feestje achteraf, een receptie of iets dergelijks. Nou, wat heb je daarvoor nodig? Natuurlijk uitnodigingen. Wat ga je doen? Gewoon een ja, tellen. Maar daar gaan we nog wel even een andere vlog voor maken. Oh, goed. Dit is gewoon even een mededeling vlog. Een mededeling vlog, prima. Dus... Anders ga je er weer helemaal in op, bla 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 bla. Deze mededeling? Ja, de mededeling volgt. Iedereen die uitgenodigd is, die krijgt een uitnodiging. Ja. Per uitnodigingsbrief. Ja, dat begrijpen ze wel. Maar jij maakt van een heel klein verhaal een heel groot verhaal en dat hoeft niet. Oké, prima. We gaan zelf kaarten maken en wie een uitnodiging krijgt, krijgt een uitnodiging. Zo niet, kan je het weer lekker op YouTube terugkijken. Want ook de bruiloft wordt gewoon gevlogd. Spannend. Hey. Het is een beetje donker hier, hè? Het is een beetje donker hier, hè? Moet ik even licht hier aan maken? Ja, hè? Ik kan hier niet weg. Wacht, hè? Maar ik ga even licht maken. Dan heb ik licht. Wacht. Knuffelkont. Jij bent gewoon een grote knuffelkont. Hé, hallo. Knuffel. Dikke hammetjes voor jou.
Lovely. Kijk eens. Ja, nou ja, dat was onze dag weer eigenlijk. In een hele snelle vogelvlucht. Weinig laten zien, maar dat maakt ook niet uit. Lovely denkt van ik ga spelen. In één keer. Knuffel! Niet. Knuffel. Knuffel dan. Oeh, kom dan. Niet, kom dan. Kom dan. Kom dan. Knuffel. Kom dan. Knuffel. Nee, die heeft er totaal geen zin in. Nee, nou, dan hoop ik dat ik morgen weer wat meer kan vloggen dan vandaag. Want het was gewoon hectisch. Drie Porswijken, dan nog even naar Zand. En dan nog even naar mijn schoonouders. En naar de huisarts, verwijsbrief ophalen. Het is even niet meer tot hier, maar even tot daar. Ook de emotie, maar dat horen jullie wel denken aan mijn stem. Ik ben moe, ik ben gerakbraakt, ik heb amper geslapen, want het was gewoon warm, maar dat hebben meerdere mensen last van. Ach ja, wij gaan zo meteen met deze en met de andere dame neerlopen, sowieso. Dit wordt weer een hele lange, maakt niet uit. Wij danken jullie sowieso voor het kijken naar deze vlog. Vinden jullie deze vlog nou leuk? Doe vooral een duimpje omhoog, abonneer even op ons kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En laat een leuke reactie achter, want ik weet niet of jullie het al hebben gezien. Let heel goed op mijn kanaal, hè. Want hij blijft veranderen. Altijd. Dankzij mijn broer, Harrit van Beek, blijf ik nu ook continu wat meer nieuwe dingen toevoegen. Dus hou het in de gaten. Nogmaals, dankjewel voor het kijken. Abonneer even op mijn kanaal. Laat een leuke reactie achter en doe dat welbekende duimpje omhoog. En doe het belletje aan, want blijf op de hoogte. We zeggen de mazzel en doei! En hij heeft er geen zin in. Mazzel.